Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft op 1 oktober bij de start van het nieuw schooljaar een bezoek gebracht aan de jongeren in het jeugddoorgaanscentrum Opa Dulli en het jeugdcorrectiecentrum te Santa Bomma. De minister heeft persoonlijk kennis gemaakt met de jeugdigen, waarna hij een motivatiespeech heeft gehouden. De jongeren hebben elk hun verhaal met de bewindsman gedeeld. Amoksi adviseerde de jeugdigen om lering te trekken uit de situatie waarin zij nu verkeren. Hij benadrukte dat dit niet het einde is. Er zijn regels en wetten die jullie hebben overtreden en daarom zijn jullie hier. Dit is niet jullie eindstation. Na de kennismaking van de minister heeft Edgar Zampi, parlementariër van de vaste commissie Juspol in DNA, de jeugdigen toegesproken. Dat je hier bent is niet het einde, maar jullie moeten blijven geloven dat je alsnog iets van je leven kan maken. Je hebt nu een kans gekregen voor het bewandelen van een nieuw pad op deze eerste schooldag, benadrukt Zampi.